Yes, dag 2. Ja, we zijn in de avonduurtjes bezig, want ja, overdag moeten we toch gewoon moet er gewerkt worden. Het is echt weer prachtig weer. Albert is er ook weer bij, die staat hier naast mij. Jawel. En ik had al wat ijzer opgegraven en een beetje blik, rommel. Maar, nou heb ik de eerste leuke vondst, een munt. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, is het zelfs zilver. Tenminste, ik twijfel er nog geen eens over. 10 cent. We gaan even kijken welk jaartal en wie het precies is. En dan brengen we hem zo even goed in beeld. Ja, die gaat er mooi uitkomen hoor. Kijk eens, 10 cent. En van wie zal die zijn? 1878. Dus dan is dat... Nee, jonger zelfs nog volgens mij. En omdat het zandgrond is, komt hij er mooi uit. Kijk eens hé. Kun je het zien? 1938. Wilhelmina, dan gaan we even de andere kant schoonmaken. Dan weten we het zeker. Zo, een beetje een natuurlijk schoonmaakmiddel. Oh, moet ik hem niet weer in de aarde laten vallen. Ja, Wilhelmina. Het is, ja, het is een Wilhelmina. Superleuk. Wilhelmina, dus die gaat in het doosje, 1938 dan. Dus toen was nog net de oorlog niet begonnen. Dat ja, het voorlaatste jaar van de... Ja joh, ongelooflijk. Leuk hoor. Op naar de volgende vondst. Ja. Nou, ik sta hier onderaan de skiing en dit wordt straks ook nog allemaal aangevuld. Ja, het enige dat, waar we last van hebben is die draadeinde. Dus daar moeten we een beetje omheen werken. Maar hier beneden heb ik een lekker signaal. Dus we gaan even kijken wat hier beneden ligt. Ik had een signaaltje. Signaaltje 18. Dus even kijken. Hij komt stabiel binnen. Misschien is het wel wat moois. Ah, nee, het is niks. Dat is jammer. Nou ja, jammer. Geen mooie target. Het is een zilver dekseltje, Philadelphia. Helaas, ook dat hoort erbij. We ruimen het netjes op en dan gaan we weer door. Nou, vertel het maar Albert, wat heb je gevonden? Ik heb hier waarschijnlijk een Overijsselmunt gevonden. In nog best wel goede staat. Wow, ja, ze komen heel mooi de grond uit. De achterkant even schoonmaken. We hebben lang gezocht, want eigenlijk komen we al het hele stukje, kijk daar. We hebben dit eigenlijk gehad bij de schoeiing. En ja. Dit is weer de eerste munt die we nou tegenkomen. Ja, deze is mooi. Ja, en de andere kant, is die nog vies of niet? Ik kan hem wat meer schoonmaken, ik kan nog meer. Nou, zo is het wel aardig. Ik zou niet te veel doen ook. Gelria is het. Ik zie het al. 1786. Zie ik het goed? Juist, denk het wel. Ja, ik zou niet te veel pulken hoor. Ik zou hem eigenlijk gewoon ook een beetje zo laten, misschien met een tandenstokertje. Maar het is dus Gelria, 1786. Super mooi. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Super gaaf. Kijk wat hier ligt. Daar komt Albert net mee aanzetten. En die vond je op het oog of niet? Op het oog in die hoek daar. Ja joh. Kijk dan. Een afbeelding van een koe hè. Super gave vondst. Het hoeft niet altijd van metaal te zijn. Om mooi te zijn. Leuk man. Zo dan. Asbak denk jij of iets? Ja. Ik denk een asbak, ja. Maar voor een asbak vind ik hem weer te laag. Super leuk deze. Kijk, die rand is die moet... te laag voor een asbak, dus het zou ook een schoteltje geweest kunnen zijn of zo. Ja, 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 ja. Deze die zou ik 100% mee naar huis nemen. Mm-hmm. Deze is echt leuk. Top man. Bedankt. Ja. Albert heeft wat gevonden, maar we weten allebei niet echt wat het is. Hij heeft het wel even schoongemaakt. Ja, een soort wieltje van iets of zo. Of
Het lijkt of het hier een stukje is afgebroken, maar dat weet ik niet zeker. Uh-huh. Maar het ziet er wel oud uit, ja. In ieder geval. Ja. Nou, misschien zit er iemand te kijken die dat toch gelijk herkent. En dan horen wij het graag in de reacties. Het is geen bikkeltje of zo. Zou dat ook kunnen? Een bikkeltje? Dat denk ik niet. Die zien er toch wel anders uit. Maar we horen het graag in de reacties. Als iemand dat herkent, laat het even weten. Ja. Kijk, dit is de berg aan de andere kant van het huis. En nou hou ik dit stuk aardewerk eruit. Ja, ik weet zeker dat dit oud is. Hoe oud weet ik niet precies. Maar dan moet... Ja. Maar dan moeten we toch wachten totdat ze het ook hier hebben weer aangevuld. Totdat ook hier de schoeiing is aangevuld. En dan weer terugkomen, Albert. Zeker, ja. Dus het ligt er zeker wel. Alleen het is goed zoeken. En een stukje vingerhoed kwamen we nog tegen. Dus ja.